Zusters en broeders, van waar u ook bent, binnen de stad Tienen of van erbuiten, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van onze God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. En met deze vijfde Paaszondag naderen we het Pinksterfeest. Gods Geest hebben we nodig om ons te helpen wandelen op de weg van Jezus Christus. Een weg van liefde. Grote liefde. Uitzinnige liefde voor ieder mensenkind. En hij zal zeggen tegen ons vandaag in het evangelie dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Laten we zijn woorden in ons hart opnemen, wij hier en gij samen, die in de huiskring zijn nu, maar die in gebed en in gedachten met ons zijn. Hartelijk welkom en laten we eerst tot de Heer om zijn ontferming bidden. God onze Vader, gij opent de deur van het geloof voor alle mensen van alle tijden. Wij vragen u, roep ook ons en vele anderen in deze tijd om zich te wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Vermeerder het aantal leerlingen die van harte Jezus volgen en elkaar zoals hij het heeft voorgedaan liefhebben. Wij vragen het u door Jezus Christus,
onze Heer, die met u leeft in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Eerste lezing. Lezing uit de handelingen van de apostelen. In die dagen groeide het aantal christenen in de kerkgemeenschap van Jeruzalem sterk aan. Er waren onder hen twee groepen. Aan de ene kant mensen die sinds jaar en dag in het land woonden. En aan de andere kant zij die van overal waren ingeweken. Deze laatsten klaagden erover dat het dagelijks voedsel niet eerlijk werd verdeeld. Hun weduwen werden achtergesteld. Daarop riepen de 12 apostelen alle gelovigen in een vergadering bijeen en zeiden: wij kunnen niet alles tegelijk doen. Als wij ons moeten bezighouden met het uitdelen van eten, dan is er voor ons geen tijd meer om het woord van God te verkondigen. En dat is niet goed. Daarom zouden wij graag enkele geschikte mannen aanstellen die deze taak op zich nemen. Kies er 7 uit die een goede naam hebben en waarvan jij weet dat zij wijs en verstandig zijn. Wij zelf zullen ons wijden aan het gebed en ons inzetten voor de verkondiging. Iedereen vond dit een goed voorstel en zij kozen 7 mannen uit, waaronder een zekere Stefanus, een man vol geloof en Heilige Geest. De mannen werden aan de apostelen voorgesteld, die, na gebed, hun de handen oplegden. De boodschap van God kreeg steeds grotere bekendheid. Het aantal volgelingen van Jezus nam sterk toe in Jeruzalem. Ook vele Joodse priesters begonnen te geloven in Jezus Christus. Tot daar deze lezing. Yeah.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader is ruimte voor velen. Waren dit niet zo, dan zou ik het u gezegd hebben, want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik ben heen gegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij mij. Opdat ook gij zult zijn waar ik ben. Gij weet waar ik vandaan kom en ook de weg daarheen is u bekend. Thomas zei tot hem: Heer, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij. Als je mij zou kennen, zou je ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent je mij en ziet je hem. Daarop zei Filippus: Heer, toon ons de Vader, dat is ons genoeg. En Jezus weer: ik ben al zo lang bij u en gij kent mij nog niet, Filippus. Wie mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt je dan zeggen: toon ons de Vader? Gelooft je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik u zeg, spreek ik niet uit mezelf, maar het is de Vader die, blijvend in mij, zijn werk verricht. Geloof mij, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Of geloof het anders, omwille van de werken. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die ik doe. Ja, groter dan die zal hij doen, omdat ik naar de Vader ga. Woord van de levende God. Dierbare zusters en broeders, voor eerst wil ik proficiat wensen vandaag aan alle moeders. En ik zou u willen uitnodigen om op deze zondag alle moeders te gedenken in ons gebed vandaag. Of ze nu levend zijn in ons midden of levend bij de Heer. Het is de moeite om hen te blijven gedenken die ons het leven hebben geschonken. De mannen, de mama's. Laten we hen dankbaar gedenken. Niet alleen met bloemen, maar ook als christenen met ons gebed. Het is ook vandaag de feestdag van onze Vlaamse missionaris, wereldwijd bekend, Pater Damiaan, 10 mei. Dat is zijn sterfdatum. De datum waarop hij geboren is in Gods heerlijkheid. Misschien is het goed dat wij in Vlaanderen Damiaan bij deze infectieziekte die we beleven aanroepen om zijn hulp. Hij die zelf zijn leven heeft gegeven
tussen mensen die zwaar geïnfecteerd waren door de lepra-bacillus. Misschien kunnen we hem dan ook aanroepen vandaag. En ik ben blij dat nog altijd vele mensen langs deze weg met ons meebidden op zondag. Gelukkiglijk hebben we deze weg dankzij de mensen die dat verzorgen en die dat mogelijk maken. Ik ben u zeer dankbaar, maar ik ben ook u dankbaar, zusters en broeders, omdat u reeds vele zondagen langs deze weg trouw zijt aan uw zondagsgebed. Het zijn mensen van binnen Tienen en het zijn ook mensen van buiten Tienen. En ik heb zelfs vernomen deze week dat er een Canadees gezin keek. Ik groet hen langs deze weg. Zij zijn van hier. Een wonder iets dat we dit kunnen doen. Moesten we deze crisis beleefd hebben 25, 30 jaar terug, we zouden die middelen niet hebben. Nu wel. Vandaag toch even stilstaan bij het woord van de Heer, want dat is de bedoeling van de woorddienst in een Eucharistie. Iedereen kent wel iemand in het leven voor wie Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Voor wie Hij het grote voorbeeld is, de grote hoop. En dat is wonderlijk. Wereldwijd zijn er zo mensen die Hem als hun beste vriend hebben. Na 2000 jaar, stel je maar eens voor. En Hij nodigt ons zelf altijd uit om zijn wegen te gaan. En Hij zegt zelfs, ik ben de weg. De weg die je best volgt. De weg van de liefde, is Hij. Ik ben de weg. Er zijn ook andere wegen dan zijn wegen in de wereld, die niet zo christelijk zijn. Er zijn wegen van oordelen en veroordelen. Dat is de grootste kwaal, zei Paus Franciscus. De wegen van ontevredenheid, de wegen van ruzie en haat, de wegen van egoïsme, de wegen van ondankbaarheid. Jezus' weg is anders. Het is een weg van liefde, voor de zwaksten het eerst. En Hij zegt, volg die weg, ik ben de weg, die weg moet je gaan. Het Johannesevangelie zegt ons dit. Het Johannesevangelie zegt ons, Hij is een veilige gids en een interessante gids op onze weg. Want Hij is een gids die langs de weg die Hij gaat, en als wij die weg gaan, zullen we dat ook mogen beleven. Hij is de gids die ons thuis brengt in Gods heerlijkheid, in het huis van de Vader, schrijft het Evangelie. Daarvoor is Hij de beste gids. Een veilige gids en een interessante gids. Wat bedoelt het Johannesevangelie met dat woord, het huis van de Vader? Daar zal Hij ons thuis brengen. Wel, het huis van de Vader in het Johannesevangelie is in de eerste plaats de jonge kerkgemeenschap. Johannes schrijft zijn evangelie als de kerk al een hele tijd bestaat na Jezus leven en verrijzen. En wanneer het evangelie van Johannes over het huis van de Vader spreekt, gaat het over die eerste kerk. En daarvan zegt hij, daar moet plaats zijn voor velen, daar is ruimte voor velen. En moest dit niet zo zijn, staat er, dan hadden we het u gezegd, dan had ik het u gezegd, zegt Jezus.
Daar is plaats voor velen, voor Joden en heidenen, voor zondaars en zwakken, voor zieken en kleinen, voor goede en voor minder goede. Als je maar bereid bent tot bekering. In Jezus' kerk mag iedereen thuiskomen. Dat was niet waar tot dan. In de gemeenschap van Jezus werd gestenigd, werd veroordeeld, werd ter dood veroordeeld, als je de godsdienstige wetten niet volgde. In de godsdienstbeleving van Jezus als jongere en als kind heeft hij meegemaakt dat men, en hij maakt het zelf ook mee, dat men eigen mensen uitleverde aan de bezetter om gekruisigd te worden. Dit mag in het huis van de Vader niet zo zijn. Daarom noemt Johannes het huis van de Vader, dat is de eerste kerkgemeenschap. Daar moet plaats zijn voor velen, voor iedereen met andere woorden, als ze zich maar op tijd bekeren. Maar Johannes bedoelt daarmee ook het eeuwige vaderhuis. Wie in mij gelooft, zal thuiskomen, zegt hij. Wees dus niet ongerust in je leven, nooit, nu niet en in het uur van de dood niet. Want wij volgen de weg, de waarheid en het leven die ons thuis brengt op een dag in het huis van de Vader. Laten we dan nu ons geloof uitzingen vandaag, om het eens op een andere wijze te doen. Ik geloof in God de Vader. Thank you.
met veel vertrouwen bidden. Mensen zetten zich in voor het goede en geven het beste van zichzelf. Wij bidden voor allen die zorgen voor meer goedheid tussen de mensen, dat zij de moed en de kracht ontvangen om het vol te houden. Laten wij bidden. Vele mensen in deze wereld krijgen niet de kans om menswaardig te leven. Wij bidden voor allen van wie de rechten constant geschonden worden. Voor de mensen voor wie er geen werk is, geen inkomen, geen voedsel, geen vrede en zelfs geen thuis. Dat er een einde komt aan hun lijden en aan alle onrechtvaardigheid, laten we bidden. Vandaag, de 10e mei, is ook de feestdag van Pater Damiaan. Wij bidden op zijn voorspraak voor de kerk hier bij ons. Dat onze parochies en christelijke gemeenschappen volharden in het geloof en de inzet voor echte solidariteit. Laten we bidden. Vandaag heel speciaal alle mama's op deze Moederdag. Schenk ons in deze wereld eenheid en vrede door Christus onze Heer. Bid nu, zusters en broeders, dat ons offer aanvaard mag worden door God, onze Vader. De Heer, vooruit
Heer, aanvaard onze gaven, aanvaard ons gebed. Wees ons nabij en wees voor ons de weg, de waarheid en het leven tot in eeuwigheid. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult ook allen die zijn in uw heerlijkheid en u ter eer zingen wij dit loflied. Hij wees ons op de weg die naar u toe leidt, een weg van liefde, heel zijn leven lang. Op dit ogenblik brengt Hij ons samen op deze zondag, om te doen wat Hij heeft voorgedaan. Daarom bidden we u, heilig deze gave met de dauw van uw geest, zodat Jezus Christus in ons midden leeft met de gave van zijn lichaam en bloed. Die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen opgeslagen heeft naar uw God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven. Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten. Dit
ons hart vervullen, sterk ons, door de gave van zijn lichaam en bloed, en maak van ons mensen die op Jezus gelijken. Bescherm uw kerk, Heer. Geef wijsheid en kracht aan onze paus Franciscus en aan onze bisschop Jozef. En leer alle gelovigen de tekenen van deze tijd verstaan. En maak ons vooral trouw aan het beleven van het evangelie. Maak uw kerk in deze wereld tot een plaats van hoop die alle angst verdrijft. En erbarm u ook, Vader, over onze broeders en zusters die in uw vrede zijn gestorven. Gij alleen hebt hun geloof gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als eenmaal ook onze weg ten einde loopt, breng ook ons dan thuis bij u. Samen met onze hemelse moeder Maria. Met uw apostelen, martelaren en heiligen. Met de heilige Jozef, de heilige Germanus, de heilige Pater Damiaan en allen die ons zijn voorgegaan. En daar zullen wij u altijd toezingen. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu. De Heer, onze God, met de woorden van Jezus bidden, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat we gesteund door uw barmhartigheid vrij zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, zie wel naar ons geloof. Schenk ons vrede en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer, zusters en broeders, van harte, zij altijd met u. Thank you.
Bedankt, zusters en broeders, om uw gebed op deze zondag. En we willen eindigen, zoals vorige week, met het Wees gegroet, omdat de meimaand de maand van Maria is, onze hemelse moeder. En we bidden het heel speciaal op haar voorspraak voor alle moeders in ons midden. Wees gegroet, Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijn gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Geest, een fijne zondag en gaan we heen in vrede.